Dankjewel. Ik zie een pianovleugel. Wat is het precies? Dit is een digitale vleugel met een ingebouwde DJ-set. Traditionele vleugel, maar zonder snaren. Pianist begint, maakt uptempo en de DJ maakt het feestje compleet. We hebben altijd met digitale instrumenten praat je over sampling. Dat is niets meer of minder dan het live opnemen van een instrument. Eigenlijk het ouderwetse cassettebandje. En dit is physical modeling. En physical modeling betekent, je moduleert je eigen instrumenten. Dus wil je een Steinway-vleugel of een Bechstein-vleugel of een Beusendorfer-vleugel, je maakt het zelf via de computer. Heel simpel te bedienen, maar een compleet nieuwe techniek. Het is een wereldprimeur. Ja, het is hier een wereldprimeur. Dit is de officiële lancering. We hebben een hele sterke partner in de vorm van de Galanti-groep. Zij zijn echt specialisten op het gebied van digitale piano's en vleugels. En wij hebben samen dit mooie instrument gemaakt. Sander, jij bent pianist, toetsenist, producer, componist. Klopt. En jij hebt met heel veel internationale sterren samengewerkt, als Enrique Iglesias. Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan deze piano? Nou, het is een digitale vleugel. Ziet eruit als een echte vleugel, speelt ook als een echte vleugel. En de klank die wordt gemaakt door computers met behulp van physical modeling. Door die physical modeling krijg je alle boventonen en alle natuurlijke resonanties die in een echte piano vleugel zitten. Ja, die heb je ook in dit instrument. Hoe is nou de samenspel tussen de DJ en de pianist? Ja, dat is elkaar een beetje afwachten, zeg maar. En ja, het is gewoon erg leuk doordat je gezamenlijk de muziek kunt maken. Dus ja, dat is weer heel anders dan dat je zelf staat te draaien of alleen een piano. En het ouderwetse diner dansant kan weer ingevoerd worden. Want je kan tijdens het diner pianomuziek hebben en daarna de afterparty met de DJ. Lekker. Nou, ik heb de smaak te pakken, ik blijf nog even hier.